Houston. Ja, kijk nou wel. 25 nou. Ja. 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 Ik heb deze een rondje draaien, doe ik dat ook. Ja, hij is aan het pingen, maar hij had hem gemist. Ja. Oh, dat duurt net wat lang. Ja, dat is een rondje draaien. Ik ga niet wat die achteruit hij ging altijd gepinkt, dan had hij gemist. Als hij te pinkt, dan een stukje achteruit en dan moet hij ervan. Nee, je denkt anders. Om je dag nog niet te tekenen. Hij vindt hem. Dat is verkeerde meer weer verdomme. Heb je een lamp uit gedaan? Ja. Ja. Maar hij ruikt niet naar de meer, het is gewoon een bumper. Pak je hem ook wel goed? Ja, het is gewoon een bumper. Ah. Anders zou hij ook recht erin staan. Hij kan je bijna geen kooi. Ja, dat kan ik niet precies zien. Maar als hij nou stopt. En nou kan hij misschien wel zien. Jawel. Soms. Heel even. Ik heb een lange kaartjes van buiten. Nee, het is de Tony nadat die krijgt de... Ja, eigenlijk had er een grens op, want die eerst rechtdoor moet rijden en daarna pas moet zien. Maar nou gaat het misschien weer... Dan moeten die range misschien nog wat korter afstellen. Ja, en dit ligt er nou bij de camera, dat heb ik zo neergezet. Het kan zijn dat hij... Nou gaat hij wel natuurlijk. Dat maakt niet uit, dat is wel niet afgevallen. Ja, dat werkt goed, hè? Oh, hij is er bijna bij de cliff. Ja, hij is bij de cliff. Dan gaat hij naar rechts, dan gaat hij draaien. Dan komt hij bij die cliff. Nee, er zit er meer, volgens mij. Doet hij? Nee, nee. Nee, ik denk dat hij een misje pinkt had. Dat of niet? Ja, misschien. Nee, want ik ja, dan doet hij dat ook. Oh ja, ja, dat doet hetzelfde. Ik wil geduld van. Weer iets. We hebben een aparte. Nee, die schuit er niet in, lastig. We hebben een apart programma. Dat is het pinkt te laat. We moeten opletten, als ik punt dan een fout in, dan rijdt hij achteruit. Dat wil je niet hebben, hè? Hij rijdt achteruit tegen. Ja, weet je wat eigenlijk slecht is? We hebben geen soort. We hebben geen soort slim programma. We hebben niet echt een slim programma die weet dat daar meer was net. Dat hij dan probeert daar naar te komen, maar hij gaat gewoon weer ergens anders zoeken. Ja, nee, hij was. Eigenlijk had het zo moeten weten van ik weet dat daar iets is, dus ik moet er ook naartoe. Wat de fuck heeft hij nou gedaan? 24 graden op de grond, heel fijn. Sukkel. Ja, dan zat net dat nietje daar. Ja, dat nietje aan, hier zit je meer. Heeft je meer gezien, want die werkt net. Sukkel. Ik zou hem zeker op blog zetten. Nee, ik ook. Ik kan wel zeggen, hij rijdt heel lang. We kunnen zelfs de temperatuur van de Mars rondmeten. Moet alleen nog iets betere zoeken. Ja, nee, ja, of we moeten die range aanpassen, zodat die denken bij het neer moet zijn. Nou, ik heb weer een clip zien daar, hè. Dat is echt erg. Ja. Nee, hij rijdt gewoon af en toe dan komt dat hij dan met pinken stil hey, maar Roel, als we een soort cliff of een leek avoidance hebben die hem een stuk diekant in laat rijden, die om die cliff in rent,
Maar dan rijdt hij altijd, als hij dat ding ziet, gaat hij naar die cliff en dan is hij weer... Kijk, dan ziet hij weer troep en dan gaat hij weer naar rechts. Hij zit nou echt hier deze deadlock, hè? Ja, maar het is gewoon een beetje... Hij stuurt niet in de rotatie van bijstuur. Ja, misschien moeten we de camera wel omlaag zetten, dan ziet hij die meren niet zo snel, dan loopt hij langer door of zo. Gaat hij weer grondmeten of wat? Maar het kan zijn dat hij zo meteen naar rechts gaat. Ja, daar is weer een nietje. Ja, hij heeft de grond gemeten. Precies dezelfde plek, hè? Ja, dit is tuurlijk. Hij zit in een cirkel nou. Ja, dat dan mag ik wel stoppen met filmen als hij is geweest. Kan, en dan moet hij dan meer dan de overkant uitzien. Ja, maar dat kan niet, want hij heeft al drie meren gemeten, hij is nou klaar. Als het nou zeven... Nee, de er helemaal niet in staat dat hij klaar is. Ja, weet ik, maar zogenaamd als hij er drie had gemeten, is hij klaar. Ja, dat is anders neerzetten. Ja. Oh, oh, oh. Ja, we kijken wel eens. Die was een sensor, die heeft net een nietje gemeten en Pieter, doet hij toch? Ja, hij was blij dat hij de sensor had. Ja, hij valt er niet op. Maar ik denk dat hij hem even initieel nog een keer stop moet zetten en dan kijken hoe die camera.